In Duivenpost nemen we deze keer een kijkje achter de schermen van de KBDB. De provinciale mandatarissen binnen de Duivenbond vormen een belangrijke schakel bij de opvolging van de halve fond en de snelheidsvluchten. Ze zijn de voelsprieten voor wat er leeft op het terrein en het klankbord van de duivenmelkers naar het hoofdbestuur toe. Il faut savoir que la compétence en vitesse et en petit demi-fond appartient aux comités provinciaux, des entités provinciales. Ils se réunissent et règlent toute la problématique de la vitesse et du demi-fond. Entre autres, ils règlent ou ils donnent des idées, ils récupèrent les informations des sociétés locales, ils récupèrent les informations des amateurs et les transmettent au siège national pour éventuellement changer la réglementation, pour éventuellement apporter des améliorations aux différents problèmes posés à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas le sang qui remonte de tous les organes, vous n'avez pas les informations. Si les nerfs, si le doigt vous touchez quelque chose, vous n'avez pas l'information qui arrive à la tête, vous ne saurez pas que vous vous brûlez, vous ne saurez pas que vous avez des problèmes. Eh bien, l'idée de la RFCB, c'est comme un arbre à l'envers. Il y a le tronc, mais alors il y a toutes des petites ramifications et on touche l'amateur colombophile lui-même. Donc, via la structure qui est mise en place, parce qu'il faut parler aussi des sociétés, il y a le siège national, il y a les provinces, il y a les sociétés, et puis il y a l'amateur. Avec tout ce réseau de communication, on peut remonter jusqu'à la tête, je vais dire, jusqu'au conseil de gérance, au comité sportif ou à l'Assemblée générale. De Duivenbond werkt nationaal, maar iedere provincie heeft specifieke behoeften. Dat kan te maken hebben met de ligging voor wat de afstanden betreft, maar ook met het aantal actieve duivenmelkers in die regio's. Chaque région a sa propre culture colombophile. Donc chaque région a ses habitudes colombophiles et ces informations nous sont communiquées par les provinces au siège national, à la gestion nationale. Donc il faut, parce que le sport colombophile est une pratique, je vais dire, locale, il faut que la RFCB agisse en fonction du travail effectué par les provinces dans les régions mêmes, avec les amateurs, selon les habitudes de chaque région. C'est deux jeux différents. Vous avez la géographie, vous avez les zones vertes, vous avez les bois du côté du Luxembourg, Namur, je vais dire, et en Flandre occidentale ou orientale, le nombre de colombophiles est plus important, la densité colombophile est beaucoup plus grande et le jeu de pigeons est totalement différent. Du côté de Flandre occidentale, Ouest Flandre, je vais dire Brabant flamand, on fait encore des concours de petite vitesse de Kievrin. De l'autre côté, plus on va vers l'Est et même au Limbourg, on a des programmes comme on les prévoit en Allemagne, c'est-à-dire évolutifs. On ne fait pas toutes les semaines une petite étape de vitesse comme Anvers le fait, mais on fait par exemple une petite étape de vitesse et on travaille par différents tours. Donc on agrandit dans la distance et quand le tour est terminé, on recommence plus court et on repart, comme le système allemand d'ailleurs. Ook schatbewaarder Gert-Jan van Raamdonk werkt vooral achter de schermen. Een van zijn specialiteiten is digitalisering. En dat is voor de Belgische duivensport een must. Wel, ik ben vooral bezig met de zaken die de liefhebbers meestal niet direct waarnemen. Ik ben vooral bezig met een heel deel zaken achter de schermen. Vooral momenteel met de informatisering. Alles rond nieuwe projecten, het verder uitrollen van ons nieuwe KBDB-platform. En anderzijds ook met vooral het beheren van de kosten, nakijken of de huidige organisatiestructuur of dat die wel goed werkt en of dat die wel financieel rendabel is. En daar vooral toezicht op houden en zorgen dat positief blijft. Een nieuwe aanpak dus. Maar communicatie naar de leden, dat blijft enorm belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het werk voor de liefhebbers, dat we dat eigenlijk zo klein mogelijk houden. En dat we enerzijds
goede informatieverstrekking gaan doen. Dat doen we momenteel door e-mail, door berichten op onze nieuwe website, die ook dit jaar gelanceerd is. Anderzijds gaan we ook werken aan de verdere uitbouw van ons KBDB-platform. De bedoeling is om daar een grote bibliotheek van te maken, om alle resultaten, alle bestatigingen, alle informatie die wij wekelijks verzamelen binnen ons duivenlandschap, om die allemaal daar centraal te gaan beheren. Wat dan natuurlijk als grote voordeel heeft, dat we een heel grote database hebben die natuurlijk voor ons, voor de berekening van kampioenschappen, een enorme grote bron van informatie gaat zijn. De duivensport springt dus mee op de trein van de digitalisering. Maar levert dat geen problemen op voor de oudere generatie? Wel, ik heb zelf ondervonden dat, zeker binnen mijn eigen maatschappij, dat er een aantal liefhebbers, 70-plussers, die toch nog op latere leeftijd zijn gestart met het aanschaffen van een computer en die nu toch naastig bezig zijn met het consulteren van vluchtresultaten en het versturen van e-mails en andere zaken. Dus ik denk dat de duivensport ook op dat vlak wel een beetje een trigger kan zijn naar ouderen om toch mee te participeren aan die nieuwe communicatietechnologie. Is Gert-Jan eigenlijk zelf een duivenmelker? Ik ben een zuiver snelheidsspeler. Ik heb altijd samen met mijn grootvader de duivenwedstrijden gespeeld. Hij is sinds kort overleden, dus, maar ik zet het vooral verder en ik zal mij altijd blijven bezighouden met snelheid.